Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je stemt voor dingen heel dichtbij, maar ook die effecten hebben op lange termijn. Als allereerste studentenkabinet van Nederland hebben wij gepleit voor meer investeringen in onderzoek en onderwijs om oplossingen te bieden voor die lange termijn. Ik ben studentminister van Inclusieve Duurzame Economie. Ik ben studentminister van Sport en Bewegen. Ik ben de studentminister Gezond Leven. De studentminister van Vrede en Rechtvaardigheid. Vanaf nu ben ik minister Leven Lang Ontwikkelen. Ik ben studentminister van de Nieuwe Deltawerken. Met 14 studenten van alle universiteiten van Nederland hebben wij een regeerakkoord geschreven. Vol met ideeën om deze kennis in de maatschappij te brengen. Want als het nu gaat om landbouw, innovatie, de rechtsstaat of de gezondheidszorg, wetenschap is essentieel om het juiste beleid te bepalen. Het studentenkabinet was er eerder dan het echte kabinet. En dat hebben we gezien, want ze zijn meteen begonnen en zijn echt een visitekaartje voor de ambitie die we als Universiteiten van Nederland belangrijk vonden voor de komende regeerperiode. Het echt investeren in jonge mensen die de kennis, samenleving van morgen en overmorgen kunnen dragen. Het is mooi om te zien dat het kabinet daar heel hard aan gewerkt heeft. Laten we hopen dat al die investeringen en al die creatieve ideeën van ons studentenkabinet ook leidt tot echte investeringen in de echte begroting die het echte kabinet nu aan het maken is. Dat er wordt geïnvesteerd in kennis, in onderzoek, in onderwijs voor de samenleving die we moeten gaan maken. Wij zitten nog vol met ideeën, maar het is nu aan het nieuwe kabinet en de nieuwe gemeenteraden om aan de slag te gaan. Dus ga vandaag stemmen en jullie zien een nieuwe editie van het studentenkabinet bij de volgende verkiezingen van de Tweede Kamer.